In de helft van dit jaar was op een gemiddelde dag bijna 9% van de werknemers afwezig door ziekte of een ongeval. Het zou vooral om mentale problemen en spier- en gewrichtsproblemen gaan. Verder zou het ziekteverzuim ook vooral bij jongere medewerkers op te merken zijn. Ja, joh, de boemer in mij, en ik, ik ben nog maar 43, maar de boemer in mij zegt dan, zijn we niet allemaal een beetje te zacht aan het worden? Naar de jeugd toe bedoel je? Ja, ja. de jeugd die toch, toch duidelijk een, een snellere uitval heeft of ja. meer ziekteverzuim heeft op het werk. God, ik denk dat dat niet abnormaal is. Het werk is ook veel harder geworden dan 20, 30, 40 jaar geleden. Toen had je meer tijd, was het rustiger. Maar nu, de druk ligt wel veel hoger. Mm. En je merkt dat. Ik merk dat ook bij, bij jongeren die op school zitten. Dus, ja, en ook vroeger was men minder gevoelig voor ADHD en dat soort dingen, terwijl. Je ziet dat dat echt wel bestaat. En vroeger werden die gewoon op mijn hoofd gesmeten. Maar nu is het, het is verfijnder. En dat vind ik eigenlijk wel goed dat men daar meer aandacht voor heeft. En meer uh, laat ons zeggen, naar de jeugd toe. Kijkt wat kun je, wie ben je en hoe functioneer je. Maar de druk ligt wel enorm hoog. En bovendien, het gaat vandaag zo snel. Je schrijft één lijntje en het staat er. En je kunt niet meer weg. Vroeger mm. schreven we op papier. En we lazen het een keertje na. Zeiden, oh nee, ik ga het toch niet opsturen. Maar nu, het is mm. weg. En Oh-oh, en je kunt niet meer terug. Hmm. En dat zal niet veranderen. Dat gaan we niet meer kunnen terug, terugdraaien, neem ik aan. Maar dus, ik pleit ervoor dat men daar een beetje leert van... hoe ga ik daarmee om? Hoe doe ik dat? Dat, dat? dat vroeg ik me inderdaad af. Die druk wordt hoger aan de ene kant. Ja. We merken, en ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn... dat die jongeren tegenwoordig anders in het werk staan dan vroeger. Vroeger waren mensen misschien... Algemeen wat ambitieuzer, gingen ze wat meer voor dat werk. Hebben jongeren nu meer, meer iets van een work-life balance? De, 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 de roep naar kwaliteit in het leven is nu misschien hoger dan vroeger. Ja, moeten we daar als maatschappij onszelf niet op gaan aanpassen. Op aan de ene kant die te, ho te hoge druk, aan de andere kant die. Ja, uh, verwachtingen, de manier hoe men in het werk staat vanuit ja. een, een jongere generatie. Het werk is moeilijker geworden, complexer, mm -hmm. technischer. En ik denk dat het vraagt ook meer ja, kennis van de jonge gasten die aan iets beginnen. Hè. En dat geldt ook voor gewone jobs. Je moet, hè, ook de verplaatsing, je moet er geraken in, in, in een snelle wereld. Die, die begint om acht uur om zeven uur morgens. Dat het, het is sneller en harder. En je ziet ook alles, iedereen weet alles. Je kunt niet meer een keer even op rust... Ik denk dat we toch moeten proberen van het werk vandaag... dat te, een beetje te ontmijnen. Mm -hmm. Dat het nog leuk wordt en leuk blijft. Want het is toch een rat race aan het worden. En mm -hmm. daar, ik denk dat, dat we de jeugd moeten tijd geven en ruimte... om dat zelf in te vullen. En ja, op de nieuwe manier, oké. Okay. Maar... Het is snel allemaal, computers, je hebt de tijd niet meer om een keer te, hebben, te zeggen, wat, wat heb ik geschreven, mm -hmm. of ze schrijven zelfs niet meer. Dus ik denk dat dat tempo, dat kan volgens mij geen kwaad, maar je moet daar wel ruimte aan geven. Dat, mm -hmm. Een keer bekijken van, hoe doen we dat, en wie kan dat. En de lat ook niet te hoog leggen, en voor, af en toe zeggen, pauzeknop, oh, stop eventjes. Ja, je hebt het beide meegemaakt. Je hebt ja. de vorige generatie meegemaakt. Laat ons zeggen, het vorige tijdperk meegemaakt. En daar bedoel ik niks verkeerd nee, mee. Nee. Maar je hebt het vorige tijdperk meegemaakt. Je maakt het nu nog altijd mee, want je bent nog altijd actief. Als je nu zelf werkt met een jongere generatie, heb jij daar nu de juiste knoppen voor om op te drukken? Heb jij de juiste manieren om, om, om te halen uit die jongere generatie wat jij er wil uithalen? Of, of heb jij zelf soms ook vragen waarbij je denkt van... Moet ik dat gaan aanpakken? Ja, of nee, ik, ik, ik ga die, die race niet aan. Ik ben te oud daarvoor. Mm. Maar ik probeer wel te lezen en te kijken hoe het werkt. En, hoe, en, en kijken hoe doen we dat. Want uh, bijvoorbeeld in, in een gemeente zoals Herend moet je met een bestuur alle, be, alle bewoners betrekken. Mm. En één op vier is 60 plus, zelfs meer één op drie bijna. Dus je moet daar toch mee rekening houden dat niet iedereen zo snel en zo mee is. En dat is dan onze taak, van, van dat we kijken van hoe doen we dat? Dat iedereen met elkaar verbonden blijft. En dat wat die gemeente doet hè, voor de inwoners... dat dat op alle niveaus werkbaar en verstaanbaar is en uitgelegd is. En dat is iets wat we, we toch opnieuw moeten leren, van niet te snel. Want een, een deel is mee, maar de oudere mensen zijn niet altijd mee. En, en dan hoe doen we dat? Hoe gaan we daarmee om? En dat vind ik heel belangrijk, dat we daar... Wow, eventjes mm. tijd voor nemen. Ja, want los van dat ziekteverzuim, je kan wel zeggen: Oké, okay, moeten we onze maatschappij gaan aanpassen naar die jongeren? Dat we, dat we daar een passend antwoord voor vinden. Is misschien de vraag nog belangrijker en meer opportun? Staan we voldoende stil bij die oudere burger? E e nemen we daar voldoende het is, het is, het tijd het voor? Het is dubbel, het is alle twee. En de jongeren mogen, oké, okay, maar je moet het, het tempo moet haalbaar zijn. En laat de jongeren zelf bepalen hoe snel het kan. Mm -hmm. Dat moeten ze zelf aanvoelen. Dat is een andere generatie. Laat ze zelf maar uitzoeken hoeveel uur per dag of per week... of hoe doe ik dat, of doe ik dat thuis? Want heel veel gebeurt van thuis uit tegenwoordig. Mm -hmm. Met de vragen van kan dat met mijn gezin? Kan ik dat thuis doen? Of moet ik, moet ik de collega's op het werk een keer zien? Dus die, dat, dat is een zoektocht geworden mm -hmm. vandaag. Dat, dat onderscheid en dat samenwerken is natuurlijk... Dat staat onder druk. Hmm, onder druk, ik heb misschien nog geen antwoord. Het blijft een, nee, maar het antwoord blijft moet... een, een werkwoord, denk ja, ik. Ja, is een werkwoord, absoluut. En laten we dat maar opnieuw bekijken. En daar ook tijd voor nemen van, en ook bij de directie van... Hoe doen we dit werk op vandaag? In 2025. Meer dan één op de tien klachten bij het Kinderrechtencommissariaat... gingen vorig jaar over de sancties die leerlingen opgelegd krijgen op school... Kinderrechtencommissaris Carolien Vrijes roept scholen op om goed na te denken over een passende straf. Zometeen meer in de week.